gaat naar Cyprus en je weet er eigenlijk niks van. Ik ben ook eigenlijk een beetje op de Bonnefoy gegaan en contact had met Gregor van Dijk en Jordi Cruijff. En aan de hand daarvan heb ik het ook gewaagd en het bevalt me super. Ik wist al van tevoren natuurlijk dat dit een heet potje zou worden tegen de aartsrivaal uit Lanaka. Ja, goed, als je dan ziet wat er allemaal gebeurt, dan eigenlijk alles in één wedstrijd gaat. Mis je het Feyenoord of niet? Ja, helemaal niet. Om heel eerlijk te zijn wel, ja. Ik heb nog steeds contact met heel veel jongens en mensen die daar werken. Ik heb daar 3 jaar gespeeld. Niet echt mijn gelukkigste seizoen in mijn carrière geweest, voor mezelf. Maar ik heb daar wel echt de fijne mensen leren kennen en ook de club leren kennen. En het is gewoon een hele mooie club. En ja, ik denk dat ik daarom ook nog steeds contact heb met die mensen. Dat zal toch blijven. Ik heb niet gebracht wat er van mij gevraagd werd en hoe het kan. Ja, ik zou het niet weten. Blijkbaar hoort dat ook bij de voetballerij, dat je soms wedstrijden speelt waar je zelf geen invloed op hebt, dat het niet zo loopt zoals je zelf wilt. En ten tweede heeft voor mij wel heel veel meegespeeld met mijn privéleven, dat het niet, in die 3 jaar niet echt fijn is geweest. Je doet wel je ding, je traint wel, je speelt wel, alleen het gaat allemaal op een automatische piloot en je bent niet meer 100% geconcentreerd. Dan is dat ook een trainer die zegt van ja, je moet toch spelen. En dan doe je het voor de club. Misschien had ik het toen de tijd moeten zeggen, ik doe het liever niet. Want ik ben gewoon niet 100%. Maar zo zit ik niet in elkaar. Dan doe ik het voor de groep.